Mensen die hun doelen opschrijven zijn 33% succesvoller. Dat we sowieso een soort van date night hebben elke maand op de 10e. Ik was vorig jaar niet heel erg goed bezig met ontbijten. En lunch kon ik ook wel regelmatig skippen. Dat we dan nooit denken, oh chips, waar moeten we dat geld vandaan gaan halen? Hallo, hallo. Welkom bij de allereerste video van 2021. Laat ik beginnen met je de allerbeste wensen te wensen. Zo, de allerbeste wensen te wensen. Zeker, voor het nieuwe jaar. Ik hoop dat al je dromen mogen uitkomen. Ik hoop dat je heel erg gelukkig bent, dat vast kan houden of dat gaat worden. Ik hoop dat je heel veel liefde gaat hebben, persoonlijke groei, groei op het gebied van carrière en vooral... echt bovenal dat je gezond bent dit jaar. Want we hebben al genoeg meegemaakt afgelopen jaar als het gaat om gezondheid. Dus dat wens ik je als allerbelangrijkst, dat je gezond bent dit jaar. Oké, deze video gaat over doelen stellen. Eigenlijk een soort goede voornemens voor het nieuwe jaar. Deze video gaat over persoonlijke doelen stellen, want die zijn natuurlijk heel erg belangrijk. En ik ga je ook uitleggen waarom doelen stellen eigenlijk zo belangrijk is. En ik ga mijn eigen met je delen. Maar deze video wordt een soort tweeluik. Want volgende week komt er nog een video over doelen stellen. Maar dan gaat die over doelen stellen op het gebied van carrière. En dan ga ik je ook uitleggen wat je moet doen om die doelen daadwerkelijk te bereiken. Dus zet even het notificatiebelletje aan hieronder. Zodat je sowieso op de hoogte bent als die video live gaat. En dan gaan we nu beginnen met de persoonlijke doelen. Yes, persoonlijke doelen stellen. Ik probeer het elk jaar te doen. De ene keer gaat het iets beter dan de andere. Maar dit jaar heb ik wel echt zoiets. Oké, let's go. Laten we goede doelen gaan stellen voor dit jaar. Vorig jaar is super bewogen geweest. En had je niet altijd grip op de dingen waar je grip op wilde hebben. Maar door de ervaringen van vorig jaar kan je wel veel beter inspelen op waar heb je wel grip op en waar heb je geen grip op. En wat ik vorig jaar heel erg heb gemerkt is dat ik best wel moest bijstellen elke keer. Dat ik allerlei verschillende dingen voorbij zag komen. Dingen die ik wilde doen, maar die ik dan toch niet meer kon doen. Zoals bijvoorbeeld freelancen, dat deed ik vorig jaar in het begin. En toen de corona uitbrak, toen dacht ik ineens, dit gaat niet zo goed met de opdrachten die binnenkomen. Wat moet ik doen? Want ik heb wel een hypotheek te betalen. En ik wilde heel graag blijven freelancen, maar er kwam een kans op mijn pad voor een parttime baan. En toen dacht ik, hey, dit is het ultieme moment om deze kans te grijpen. Het is nog een superleuke baan ook. Dus waarom zou ik dat dan niet gaan doen? En later, toen ik die baan gekregen had, kwamen de opdrachten weer naar me toe. En heb ik ook een beetje geleerd om nee te zeggen. Eigenlijk gaf die leuke parttime baan mij de kans om vaker nee te zeggen tegen freelance opdrachten. Die ik eigenlijk niet zo leuk vond. Maar die ik of deed vanwege het geld. Of deed omdat het goed was voor mijn netwerk bijvoorbeeld. Of omdat het bepaalde dingen opleverde op andere gebieden zoals persoonlijke ontwikkeling. Maar juist doordat ik heel iets anders ineens moest gaan doen, gingen er allemaal deuren open. En kon ik dus ook vaker nee zeggen tegen dingen die ik niet wilde. En dat vind ik een hele belangrijke als het gaat om doelen stellen voor jezelf. Zowel op het gebied van persoonlijke doelen als doelen op het gebied van je carrière. Probeer ze vast te houden. Probeer om ernaar te blijven leven. En elke keer als je een vraag gesteld wordt, of het nou persoonlijk is of op het gebied van carrière, terug te gaan naar, hey, wat had ik eigenlijk voor mezelf voorgenomen dit jaar om te gaan doen? Past hetgene wat er nu gevraagd wordt in die lijn? Gaat dat me brengen naar waar ik naartoe wil of waar ik mijn doel op had gezet? Of wijk ik dan ervan af? En als ik er vanaf wijk, voldoet het dan aan drie dingen. Poen, plezier of prestige. Dus levert het me goed geld op? Dat kan een goede beweegreden zijn. Levert het me heel veel plezier op? Of levert het me prestige op? Dus een bepaald aanzien, een bepaalde status. Gaat het me verder brengen ergens mee? En ik vind altijd dat het aan twee van de drie moet voldoen. Dus als het aan twee van de drie voldoet, dan doe ik het meestal. Zelfs als ik daarbij van mijn doel afwijk. Maar voor dit jaar is het voor mij echt heel erg van belang om mijn doel in zicht te houden. Want ik ben er vaak genoeg van afgeweken en soms met een hele goede reden.
Alleen dit jaar is in ieder geval een van mijn voornemens om juist het doel vast te houden. En tegen alles wat er op mijn pad komt, wat niet met die doelen te maken heeft, nee te zeggen. Want een nee tegen iets anders is een ja tegen jezelf of tegen je eigen doelen of de weg waar je naartoe wilt gaan. Dus dat is een hele belangrijke om mee te beginnen. Maar waarom zijn doelen stellen nou zo belangrijk? Nou, ten eerste is het belangrijk om je focus te houden. Als je van alles gaat doen zonder erover na te denken, vlieg je alle kanten op. Dat kan heel erg leuk zijn, zeker bijvoorbeeld in je studententijd. Dan is het heel leuk om van alles uit te proberen, impulsief te zijn, spontaan dingen te doen. Maar op een gegeven moment heb je met bepaalde dingen focus nodig. Je wil ergens naartoe en je moet daar ook komen. En als je geen focus hebt en ook dus niet echt weet wat je wilt, ja, wat ga je dan eigenlijk precies doen? Dat is heel erg lastig om dat dan te bepalen. En daarom is doelen stellen dus zo belangrijk, zodat je focus hebt. Dat is één. Twee is, het geeft je houvast. Als je weet wat je wilt en je bent er naartoe aan het werken, dan kan je er altijd op terugvallen als je even niet meer goed weet waar je nou ook alweer mee bezig was, wat ook alweer hetgeen was waar je naartoe wilde. En als je doelen hebt gesteld, dan heb je een bepaalde houvast waar je altijd op terug kan vallen. Dus als je een beetje van het pad af bent gegaan, dan kijk je weer naar die doelen en dan denk je, oh ja, deze doelen had ik gesteld, want als ik dit ga doen, dan kom ik bijvoorbeeld daar, dan kan ik dat bereiken, dan kan ik daar naartoe gaan, dan kan ik die reis betalen, dan kan ik dat bedrijf beginnen, dan kan ik die baan krijgen. Het maakt niet uit. Zorg voor houvast. Nummer 3 is, het voorkomt uitstelgedrag en het geeft je ook duidelijkheid. Op het moment dat jij weet wat je doelen zijn, dan kan je er veel gerichter op afgaan. Je kan er subdoelen aan hangen, zodat je weet, oké, als dit een van mijn doelen is, wat moet ik dan allemaal uitvoeren om daar te komen? Dus het geeft je duidelijkheid. En het voorkomt ook uitstelgedrag, want op het moment dat jij het opschrijft, ben je al 33% dichter bij succes dan als je het niet opschrijft. Dit is wetenschappelijk bewezen. Mensen die hun doelen opschrijven zijn 33% succesvoller. Dus ik zou zeggen, pak pen en papier erbij en ga die doelen opschrijven. Nummer 4 is, het zorgt ervoor dat jij altijd weet waar je staat. Stel, het eerste kwartaal is voorbij en je gaat een soort evaluatie doen. Want je moet misschien wel je financiën berekenen voor dat kwartaal. Of je hebt een gesprek met je baas binnenkort. Dan kan je even weer alles erbij gaan pakken en een soort evaluatie doen met jezelf. Oké, dit waren mijn doelen voor dit jaar. Waar sta ik nu? Aan welke doelen heb ik nog niet zo goed gewerkt? Welke doelen heb ik wel goed gewerkt? Waar moet ik een beetje de balans in gaan terugvinden? En dat zorgt ervoor dat je weet waar je staat en waar je nog aan moet werken of aan kan werken. En daarbij is ook een hele goede tip. Op het moment dat jij dus ziet dat je aan bepaalde dingen niet goed gewerkt hebt, dan kan je jezelf af gaan vragen. Wil je dat dan echt? Of is het een soort angst waardoor je er niet aan begint? En is het ook misschien wel iets waar je hulp bij kunt vragen? Als je na 3 maanden ziet dat je die dingen nog niet gedaan hebt, ga dat dan even na. En ga goed terugdenken waarom je het ook alweer wilde, wat de reden was dat je het hebt opgeschreven en wat je eraan kan doen om wel eraan te gaan werken. Heb je een duwtje in de rug van iemand nodig? Kan je een bepaalde cursus gaan volgen? Zijn er dingen waar je vrienden bij kunnen helpen, waar je partner bij kan helpen, waar je familie bij kan helpen? Ga daar goed over nadenken en schroom niet om hulp te vragen. Want als dat jou verder brengt, dan kan jij iemand anders vervolgens ook weer verder brengen. Dus zorg ervoor dat je af en toe even die schop onder je reet geeft. Of het nou zelf is, als je daartoe in staat bent, of iemand anders, dan weet jij waar je staat en waar je nog aan moet werken. De 5e reden waarom doelen stellen zo belangrijk is, is dat het ervoor zorgt dat jij het beste uit jezelf houdt. Ik zei het al, op het moment dat je het opschrijft, ben je 33% succesvoller. Dus door het op te schrijven, word je er bewuster van. In plaats van dat je alleen maar onbewust bezig bent met dat je iets heel graag wil, dat je ergens naartoe wilt werken, dat je iets wilt bereiken, dat je een bepaald financieel bedrag op je rekening wilt hebben. Het maakt niet uit wat het is, maar het zorgt ervoor dat jij het beste uit jezelf haalt. Want eigenlijk is het een soort gesprek met jezelf. Hé, waar sta ik nou eigenlijk?
waar wil ik naartoe? Wat is mijn 2-jarige plan, mijn 5-jarige plan, mijn 10-jarige plan? En het is dus niet alleen maar belangrijk op het gebied van carrière, want dat is vaak iets makkelijker te beschrijven, omdat het wat tastbaarder is. Je kan bijvoorbeeld een bepaald salaris daaraan hangen of een bepaalde status die je wil hebben op werk, in de functie bijvoorbeeld. Maar op het gebied van persoonlijk vlak is het vaak wat lastiger. Waar ga je het over hebben? Gaat het over je gezondheid, je persoonlijke ontwikkeling? Gaat het alleen maar lichamelijk over jezelf? Of heeft het ook veel met mindset te maken? Wil je iets gaan verbeteren, privé gezien, als het gaat om je woonsituatie of je relatie? Het kan van alles zijn, maar vaak is het persoonlijke vlak iets moeilijker, omdat het dus ook persoonlijker wordt. En daar ook een soort angst bij komen kijken, want je moet jezelf een soort spiegel voor gaan houden. En dat is best wel eng, maar op het moment dat je ervoor gaat zitten, dan zorg je ervoor dat je jezelf steeds een stapje verder helpt. Dat je dus echt het beste uit jezelf kan halen. En als je ook niet weet waar je naartoe werkt, is dat natuurlijk heel erg moeilijk. En als jij de beste versie van jezelf wil worden, dan zou ik zeggen, begin met die doelen stellen. Nummer 6 is behapbaar maken. Doordat je doelen stelt, wordt het gemakkelijker om daar ook iets mee te gaan doen. Zoals ik het net al zei, is het ook heel erg handig om subdoelen te maken. Zodat je stukje bij beetje eigenlijk van subdoel naar subdoel kan springen. Zodat je uiteindelijk dat doel voor elkaar krijgt. Je hebt natuurlijk niet in één dag €4000 bij elkaar omdat je 4 maanden op vakantie wil, bewijs van. Dat gaat natuurlijk stapsgewijs, dus daar moet je bepaalde doelen aan hangen. Nou, een bepaald subdoel kan zijn meer sparen, dus bij andere potjes minder eraan uitgeven. Maar misschien neem je er wel een part-time baan bij, zodat je extra inkomsten hebt. Misschien ga je wel kleding verkopen, zodat je daar ook weer inkomsten van hebt. Of bepaalde klusjes doen, bepaalde mensen helpen tegen een bepaald bedrag. Al dat soort dingen, dat hebben allemaal verschillende subdoelen, zodat je uiteindelijk die €4000 kan sparen. En juist door die subdoelen te stellen, maak je het behapbaar om uiteindelijk het echte doel te bereiken. 7. Het bereiken van doelen zorgt voor meer succes. Op het moment dat jij weet wat je doel is en je dat ook behaald hebt, is dat een soort succes vieren. Net als dat je een to-do-lijst maakt met van die vakjes die je kan afvinken. Dan geeft dat een soort voldoening. Het voelt als een soort succes. Maar op het moment dat jij echt een bepaald doel bereikt hebt wat je voor jezelf gezet hebt, dan kan je echt een soort succes gaan vieren. En zorg er ook voor dat je die successen viert. Want elk succes wat jij behaald hebt, elk doel, elk subdoel, dat is een soort mini-feestje om te vieren. En zorg er ook voor dat als je het eenmaal gehaald hebt, ook al voelt het op dat moment niet meer zo fantastisch, omdat je er al heel lang bijvoorbeeld mee bezig bent geweest, vergeet die successen niet te vieren. Want dat is heel erg belangrijk. En op het moment dat jij ook zo'n doel behaald hebt, dan weet je ook van jezelf dat je dus in staat bent om een bepaald doel te bereiken en daarvoor te werken. En op het moment dat je dat weet, dan ontwikkel je eigenlijk meer doorzettingsvermogen. En ook dat doorzettingsvermogen zorgt voor meer succes. Dus het is eigenlijk een soort balletje dat gaat rollen. Elk doel wat jij bereikt hebt is een succes. En elke keer dat jij het behaald hebt, dan weet je dus ook dat je dat kan. En vergeet dat dus niet. Dus stel dat doel voor jezelf en op het moment dat je het gehaald hebt, vier dan het succes. Nummer 8. Ontwikkeling. Doelen stellen is super goed voor je ontwikkeling. Want eigenlijk zorg je ervoor dat je jezelf uitdaagt. Doordat jij een bepaald doel stelt voor jezelf, eis je ook iets van jezelf. Dus je eist een bepaalde ontwikkeling. Misschien is je doel wel om een bepaalde taal te leren dit jaar. Omdat je jezelf wilt ontwikkelen, om beter te worden. Eigenlijk refereert dat dus ook weer naar de beste versie van jezelf zijn. Dus op het moment dat je doelen voor jezelf stelt, zorg je ervoor dat jij een bepaalde ontwikkeling moet doormaken om dat te kunnen behalen. Want je gaat bepaalde eisen van jezelf stellen. Ik heb 5 categorieën bedacht voor mijn persoonlijke doelen. 1 is relatie. 2 gezondheid, 3 sociaal, 4 financiën en 5 persoonlijke ontwikkeling. Laten we beginnen met gezondheid. Ik heb deze verschillende categorieën gemaakt om het wat makkelijker voor mezelf te maken om er doelen aan te hangen en vervolgens ook weer subdoelen aan te hangen. De eerste is dus gezondheid en daarmee bedoel ik zowel lichamelijk als geestelijk.
Dus ik wil dat zowel mijn fysieke gezondheid goed is als mijn mentale gezondheid. Want op het moment dat het met de een goed gaat en met de ander niet, of met de ander wel goed gaat en met de een niet, dan is er een soort disbalans. Dus ik wil dat die altijd goed met elkaar samenwerken. Want ik kan wel mezelf helemaal staan uitsloven in die sportschool, waar we nu niet naartoe kunnen. Maar stel, ik ben mezelf aan het uitsloven in de sportschool, maar ik geef mezelf geen moment van rust. Ik ga nooit even offline, ik ga nooit even mijn hoofd leegmaken. Ik ben alleen maar aan het stressen. Dan kan ik sporten wat ik wil, maar dan voel ik me nog steeds niet lekker in mijn vel. Dus mijn mentale doelen voor dit jaar zijn sowieso meer mediteren. Echt die momenten van rust pakken. Want ik merk heel erg dat op het moment dat er heel erg veel verschillende dingen tegelijk gebeuren, ik heel snel een soort gevoel van stress kan krijgen. Dus als ik ervoor zorg dat ik elke ochtend even mediteer, even mezelf rust geef, dan merk ik dat ik veel beter opgeladen ben en veel beter de dag tegemoet kan gaan dan dat ik bijvoorbeeld aan het einde van de dag mediteer of het helemaal niet doe. Dan mijn fysieke gezondheid. En daarbij heb ik twee categorieën, namelijk sport en voeding. Ik was vorig jaar niet heel erg goed bezig met ontbijten en lunch kon ik ook wel regelmatig skippen. En daar heeft Tim mij heel erg voor aan moeten juichen en eigenlijk constant achter mijn reet aan moeten zitten om meer en vaker, gestructureerder eigenlijk, te eten. Het was niet dat ik wilde afvallen, of het was ook niet dat ik vond dat mijn lichaam niet goed genoeg was, maar ik lag liever nog 5 minuten langer in bed dan dat ik 5 minuten de tijd nam om mijn eten klaar te maken en het ook op te eten. Dus ik dacht altijd, oh, dan het ontbijt, dat haal ik onderweg wel, of nee joh, ik eet wel wat later. En eigenlijk sinds ik dus heel gestructureerd ben gaan eten, merk ik dat mijn energielevels veel beter zijn. En ik ben ook veel bewuster gaan nadenken over wat ik eet. Dus ik heb een sapcentrifuge gekocht, zodat ik elke ochtend een vers sapje met groente en fruit voor mezelf kan maken. En dat ik alle vitamines binnenkrijg die ik nodig heb. Dat is echt meteen een soort energieboost waar ik 's ochtends mee begin. Maar ook om bijvoorbeeld wat meer brood te eten. Ik at eigenlijk nooit zo vaak brood. Ik vond het niet zo lekker. Ik wist niet wat ik erop moest doen. Ik vond het niet zo gevarieerd. Dus ik dacht altijd dan, nee, ik heb liever een soort bak yoghurt met elke dag allemaal verschillende soorten fruit, dan dat ik elke dag die boterham heb. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben gaan proberen om iets meer uitdaging te zoeken in het klaarmaken van mijn ontbijt. Door bijvoorbeeld mijn brood te roosteren of verschillende soorten dingen erop te proberen. Laatst had ik bijvoorbeeld een zoete aardappelspread van de Albert Heijn. Die is echt super lekker. En juist door mezelf uit te dagen om meer te variëren met het maken van mijn ontbijt, heb ik ook steeds meer zin om het op te eten en ook steeds meer zin om het te gaan maken. Dus dat helpt sowieso heel erg. Dus dat zijn dingen die ik vorig jaar bijvoorbeeld al geregeld heb, zoals het halen van een sapcentrifuge, een broodrooster en er meer over nadenken. En die wil ik dit jaar echt doorzetten, want ik weet gewoon dat mijn energielevels er veel beter van worden. Dan sporten. En dat is een lastige, omdat het nu niet zo makkelijk gaat. Doordat de sportscholen bijvoorbeeld dicht zijn, of doordat je bepaalde sporten niet mag uitoefenen omdat daar een lockdown op zit. Maar waar ik zelf heel erg tegenaan ben gelopen, is dat ik altijd 's avonds sportte. En dan zag ik er vaak al tegenop, omdat ik liever dan gewoon wilde chillen. En dat ik dacht, ja shit, waarom heb ik nou niet vanmiddag of vanochtend gesport? Want ik heb het idee dat ik daar veel meer energie van krijg als ik het eerder op de dag doe dan dat ik het laat op de dag doe. En dan ook echt vroeg te gaan sporten, zodat ik de rest van de dag eigenlijk op die energieboost die ik 's ochtends heb gecreëerd door te sporten, dat ik daar nog langer op door kan gaan. Want als je 's avonds gaat sporten, krijg je ook nog een soort energieboost nadat je hebt gesport. En daar kan je vervolgens niks mee, want daarna is het een soort van bedtijd en zit je nog in een soort rush. Dus ik heb met mezelf afgesproken dat ik vaker 's ochtends moet gaan sporten. Ik heb wel 's avonds tennisles bijvoorbeeld 1 keer in de week. Ja, daar kan ik niet zo heel veel aan veranderen, want dat kan niet om 6 uur 's ochtends, omdat de banen pas om 10 uur open gaan. Maar de andere dingen, zoals bijvoorbeeld hardlopen of mijn krachttraining, die wil ik echt 's ochtends gaan doen, zodat ik er meer profijt van heb. Dat ik er meer uit kan halen. Dus dat wil ik echt vasthouden. 4 keer in de week sporten. Alles wat extra is, is mooi meegenomen. Maar dat hoeft niet per se. Maar dat ik wel een soort doel voor mezelf heb van oké, op die dagen ga ik die sport doen om dat tijdstip. En dat het gewoon een soort van duidelijke afspraak met mezelf is. Dan de tweede categorie, relatie. En dan dus voornamelijk de relatie met Tim.
Ik heb namelijk gemerkt het afgelopen jaar dat het super goed ging dat we samen hier in huis een soort thuiskantoor hebben. En we zitten gewoon naast elkaar de hele dag. Dus we zien elkaar heel veel, maar daardoor ga je elkaar niet echt missen. Op het moment dat je de hele dag op kantoor bent, allebei geweest en je komt thuis, heb je natuurlijk super veel aan elkaar te vertellen. En door de lockdown kun je natuurlijk ook niet heel veel leuke dingen met elkaar doen. Dus we hebben een afspraak gemaakt dat elke keer... Dus we hebben een afspraak gemaakt dat we elke maand het liefst op de dag van onze verkering, dus dat is voor ons de 10e, dat we elke keer als het de 10e is, dat we een soort verrassingsdag doen. Dus de ene maand moet ik het bedenken en de andere maand moet Tim het bedenken. Maar dat we sowieso een soort van date night hebben, elke maand op de 10e. Soms moeten we daarvan afwijken, want het kan natuurlijk niet altijd. Maar het doel is wel echt om elke maand een verrassingsdag soort van te doen. En tuurlijk moeten we wat creatiever zijn nu, omdat we niet alles kunnen doen. Maar het belangrijkste is dat we samen iets gaan doen, dat we de deur uitgaan en dat we gewoon even in een soort nieuwe omgeving zijn. Al zouden we wijzen van naar Haarlem rijden, om daar gewoon door de stad heen te wandelen, een soort nieuwe indrukken te krijgen. Gewoon dat je elke maand iets leuks gaat doen. Dan categorie 3, financiën. Daar heb ik verschillende doelen voor gesteld. En de een heeft meer te maken met sparen. De ander heeft meer te maken met een bepaald doel waar ik naartoe wil werken. Zo is bijvoorbeeld alle inkomsten die ik krijg uit de freelance opdrachten. Dus naast het inkomen wat ik ook krijg uit mijn parttime baan. Alles wat daar binnenkomt, ga ik ook herinvesteren in mezelf. En daarmee bedoel ik niet dat ik een tas ga kopen van een paar honderd euro. Nee, daarmee bedoel ik dat ik ga investeren in mezelf op het gebied van bijvoorbeeld mijn YouTube kanaal. Dus daar ga ik een cameraman voor betalen. Of als ik ergens naartoe wil, een bepaalde locatie of apparatuur. Het maakt niet uit. Dat geld gaat ook weer terug het bedrijf in, zou ik maar zeggen. En dat heeft natuurlijk een reden. Want ik zou het makkelijk lekker erbij kunnen zetten op mijn spaarrekening om daar een mooie reis van te maken. Maar ik heb er bewust voor gekozen om dat apart te houden. Want ik weet dat ik bepaalde dingen wil gaan doen met mijn kanaal, maar dat moet ik ook kunnen financieren. Dus op het moment dat ik een freelance klus aanneem, word ik daar ook extra enthousiast van. Omdat ik weet, oké, nice. Want dit kan ik dus weer gaan gebruiken voor mijn YouTube kanaal. Daar kan ik weer een cameraman voor in gaan huren of een locatie van betalen. Dus dat geeft ook een soort extra laag enthousiasme. Zo had ik het bijvoorbeeld laatst ook met een vriendin die ook aan het sparen is voor een huis om een hypotheek te kunnen regelen. En op het moment dat zij ook extra klussen gaat doen, weet ze ook, oké, dit doe ik met een bepaald doel, hier ga ik voor. Ik vind het leuk om deze extra klussen aan te nemen naast de fulltime baan die ik al heb, omdat dit geld in mijn droomhuis gaat. Dus zo kan je natuurlijk een bepaald doel hangen aan hetgene waar je je inkomsten uithaalt. Dan is er nog een ander ding op het gebied van financiën wat ik beter onder controle wil krijgen. Ik moet zeggen, ik heb een heel Excel sheet uitgewerkt samen met Tim voor onze vaste lasten, inkomsten, uitgaven voor ons huis. Omdat ik dat heel erg belangrijk vond op het moment dat wij een hypotheek gingen afsluiten. Maar ik ben er laatst achter gekomen dat wij los van het vaste hypotheekbedrag heel vaak random, oh ja, we moeten nog even extra geld erop gooien voor de boodschappen. En dat we ook de ene week 50 euro afrekenen en de andere week 120 euro. En ik had het daar dus laatst met een vriendin over. En die heeft een heel duidelijk afgebakend bedrag daarvoor. Dat ik dacht, dat is misschien wel verstandig. Want waar slaat het op dat je de ene week van 50 euro al je boodschappen kan doen en de andere week 120 euro? Natuurlijk heb je wel eens eters die gezellig komen eten en dan wil je natuurlijk iets uitgebreider iets op tafel zetten dan dat je normaal voor jezelf zou doen. Maar het is best verstandig om daar af en toe iets meer grip op te hebben. Dus mijn doel is dat we samen een vast bedrag per maand op de gezamenlijke rekening storten waar we onze boodschappen van betalen. En dat we niet absurde dingen ineens kopen. Dat we gewoon af en toe iets beter nadenken bij de uitgaven die we doen op het gebied van boodschappen. Want ik schrik me soms echt dood als we bij de kassa staan dat ik denk, hè? Ik heb letterlijk één tas vol en dit is zo ontzettend duur. Wat heb ik er allemaal ingegooid en had ik niet beter andere producten of andere etenswaren kunnen kiezen voor deze week, wat voordeliger was geweest. Dus daar wil ik in ieder geval scherp op worden dit jaar. En dan is er nog een ander doel. Tim en ik willen heel graag nog een verre reis maken met z'n tweeën. Dat klinkt echt alsof we een bepaald tijdslimiet hebben, maar dat is niet zo. We willen heel graag of naar Thailand of naar Sri Lanka toe met z'n tweeën.
Ik denk dat de voorkeur een beetje uitgaat naar Thailand, omdat we heel erg van duiken houden allebei. Maar ik wil even bewust daar geld voor opzij zetten, zodat we gewoon genoeg geld hebben om daar alle leuke dingen te doen die we willen. Dus daar wil ik voor gaan sparen. En ik ben aan het sparen voor een elektrische fiets. Want ik wil ongeveer op het moment dat wij het nieuwe huis hebben, wil ik een elektrische fiets kopen. Omdat mijn parttime baan dus best wel dicht bij ons nieuwe huis is. En ik had zoiets van, nou, dat is eigenlijk wel goed voor mezelf, voor mijn beweging. Want ik kan of met het OV er naartoe gaan, of met de fiets. Maar dat duurt eigenlijk net iets te lang. En een elektrische fiets is dan natuurlijk gewoon een ideale uitkomst. Dus dat is ook een doel wat ik voor mezelf gesteld heb. En dan het laatste financiële doel. En dat heeft alles met het huis te maken. Want ik wil dat wij, kosten wat het kost, een soort potje over hebben. Nadat we alles in het huis hebben geïnvesteerd. Precies zoals we het hebben willen. Maar dat we altijd een potje hebben voor het geval de wasmachine stuk gaat. Of we lekkage hebben. Of wat er dan ook mag gebeuren. Dat we dan nooit denken, oh chips, waar moeten we dat geld vandaan gaan halen? Of dat we een bepaald potje moeten openbreken wat we eigenlijk niet willen. Dat zou ik echt zonde vinden. Dus mijn doel is ook dat op het moment dat alles klaar is, dat we zorgen dat we een bepaald potje overhouden of dat we die aanvullen. Zodat als er iets misgaat, dat we dat altijd kunnen bekostigen. Een soort huishoudpotje, zeg maar. Dan categorie 4, persoonlijke ontwikkeling. En daar ben ik van de week al mee begonnen, want ik heb samen met een vriendin een cursus gekocht van Jessie Jess Fuik. She Floor heet het. Het programma zelf heet She Transforms. En dat gaat er dus ook over dat je doelen gaat stellen, dat je jezelf gaat evalueren, dat je de beste versie wordt van jezelf. En dat je er echt mee aan de slag gaat om je doelen te behalen. Vorig jaar heb ik al zo'n cursus gedaan. Dit jaar is het een iets andere cursus. Maar ik was wel heel erg benieuwd of dat ook mezelf op bepaalde andere vlakken ging uitdagen. Dus dat is nummer 1. Nummer 2 is dat ik meer boeken wil gaan lezen. Meer over zelfontwikkeling, maar ook bepaalde dingen om mezelf uit te dagen. Zo heb ik vorig jaar het boek gelezen van Dear Good Morning om een goed ochtendritueel te maken. Over ochtendrituelen besproken, daar kom ik zo even op terug. Maar ik wil meer van dat soort boeken gaan lezen. Gewoon om mezelf uit te dagen. Dat is ook een van de doelen voor mijn persoonlijke ontwikkeling die ik gesteld heb. En ik wil meer challenges aangaan. Vorig jaar heb ik 31 dagen lang de meditatie challenge gedaan van Met z'n allen de podcast. Nu is de Met z'n allen fit challenge bezig. Daar ben ik nog niet helemaal goed ingekomen. Maar ik denk dat ik daar morgen mee ga starten. Ik wil eigenlijk elke ochtend of sporten of een grote wandeling, zodat ik aan 10.000 stappen per dag kom. Gewoon om mezelf meer fitter, meer energieker te voelen. Want, en dan kom ik weer terug op dat ochtendritueel, ik merk dat eigenlijk sinds soort van de kerstvakantie, de feestdagen, dat ik echt moeilijk mijn bed uitkom 's ochtends. Dus mijn doel is om gewoon eerder uit bed te komen, dat ochtendritueel beter uit te gaan voeren, zodat ik elke dag fitter, energieker en vrolijker uit bed kom. En gewoon het gevoel heb dat er meer uren in een dag zitten. Want ik zou heel vaak willen dat er meer uren in een dag zouden zitten. Dat is helaas niet zo. Maar misschien op het moment dat ik eerder opsta en mezelf gewoon de deur uitsleur om te gaan bewegen, dat ik dat gevoel wel heb. Dan categorie 5, sociaal. En met sociaal heb ik het over familie en vrienden. Vorig jaar was het natuurlijk veel lastiger om je familie en vrienden te zien, omdat het in bepaalde samenstellingen moest, omdat het niet altijd kon, zeker niet in grote getalen. En ik ben er vooral achter gekomen dat het goed is om vaker af te spreken met mijn vrienden, al is het maar digitaal. Maar ik merk aan mezelf dat ik niet alleen maar aan het freelancen ben, maar ook een parttime baan heb, ook een YouTube kanaal heb, dat ik soms echt daar helemaal in opga. En dat het gewoon echt goed is om wat vaker je vrienden op te bellen, al ga je samen sporten, zodat het meteen een soort efficiënt iets is. Maar ik merk dat nu ik ouder aan het worden ben, dat ik minder tijd overhoud voor dat soort dingen. Dus vind ik het belangrijk om dus bepaalde dingen die je toch al moet doen, dan te gaan combineren met vrienden. Zodat je ze gewoon vaker ziet en vaker spreekt. En ook, en daar ben ik best wel goed in, bepaalde momenten te onthouden van vrienden. Dus wanneer zijn ze jarig, tot wanneer heeft iemand misschien een operatie of een sollicitatie of een belangrijke dag gehad, dat je dan even incheckt bij diegene. Of ze af en toe een kaartje stuurt, gewoon om te laten weten dat je aan ze denkt.
Dat vind ik heel erg belangrijk. Zo, dat was het alweer. 8 redenen waarom doelen stellen zo belangrijk is. En mijn eigen persoonlijke doelen voor dit jaar. Let op, want volgende week komt er nog een video over doelen stellen. Maar dan op het gebied van carrière. En ik ga je tips geven hoe je ervoor kan zorgen dat de doelen die je gesteld hebt, je ook ze daadwerkelijk gaat bereiken. Ik hoop dat je het een leuke en leerzame video vond. Als dat zo is, doe natuurlijk even dat duimpje omhoog. En vergeet niet op die abonneerbutton te drukken, want dat support mijn kanaal heel erg. En dat zou ik super tof vinden. Bedankt voor het kijken en tot volgende week!